Oké, jongens, na 20 minuten lopen, 15 minuten ongeveer, ben ik eindelijk in de CVS. En mijn hotel is echt hiernaast. Dus ik ben even kijken naar snoepjes en zo die ik kan meenemen. Reinigers is. Het is echt absurd. In Nederland zou je dat never zien. Echt goals gewoon. Ik ben nog steeds in de cleanser stukje. Allemaal gezichtreiniging. En het is echt goals hier. Oh mijn god, deze dingen van Burt's Bees. Ze zijn super duur in Nederland. En hier zijn ze echt wel zijn ze een stuk goedkoper. Ik ga Pink Grapefruit nemen. Pink Grapefruit van Burt's Bees. En de normale eentje is genoeg eigenlijk. Uit super veel lipbalm. Plus, ik heb hier in Amerika ook nog lipbalm gekocht. In de Sephora. Maar ja. Wat is dit? Hydrating Sheet Mask. Ik zoek naar goedkope wipes. Gezichtswipes. Maar ik zie dat die van mij goedkoper. Ik kon er geen één vinden die echt super cheap is. Apart joh. Maar verder hebben ze echt heel veel reinigende producten. Echt absurd. Dus die is misschien nog wel voordelig. Oké. Wat is dit? Dit is echt goals. Ik heb hier ook even over gehoord. Volgens mij Marcia van Beauty Gloss. Zij praat altijd over Old Spice. Parfum. Lekker. Stel tonggedeelte, haarbandjes. Oh, als het aan mij ligt doe ik alles in mijn mandje. Maar ik heb echt geen gewicht meer over om mee te nemen. Oh, ik zie zoveel coole dingen. Plaknagels. Oh, laten we even kijken naar... Oh, oh, oh. So, dit is volgens mij, dit hebben we ook. Sally Hansen, die hebben we ook in Nederland. Maar ik wil kijken naar OPI of Essie. Hier is Essie. Oh, Essie is $9. Oh, en OPI is daar. Oké, misschien neem ik er een paar. Even kijken hoor. Oké, ik vind deze kleur van OPI wel heel erg mooi. Het heet Big Apple Red. Maar ik kan de prijs hiervan niet vinden op de display. Ben ik nou blind? Ja, waarschijnlijk is het... Get 3 bucks reward, maar ik zie hem niet staan. Even vragen anders. Oké, ze zijn dus ongeveer $10 per stuk. Ik heb er nu al twee in mijn mandje. Dat zijn deze twee kleurtjes. Een felle rood, donker bordeaux kleurtje. En deze koraal. En... Ik ben nog aan het kijken voor een andere kleur. Even kijken hoor. En dit is een mooie. Oh, is volgens mij een vernis. Het is een mooie zachte roze. Ik wil jullie me net zien of net niet zien. Maar ik wil even kijken naar de kleur. Het is inderdaad gewoon een doorzichtige vernis. En dan neem ik de base en topcoat ook wel. Oké, dus ik heb nu base, topcoat, een paar verschillende kleurtjes. Even kijken, want dat was 2 en dan krijg je 3. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dat is perfect. Oké, en deze van Essie is ook wel schattig, maar ja, ik hoef hem niet per se. Dat zijn dus de nagellokjes die ik meeneem. Volgens mij zijn ze... Oeh, ik ben heel erg gezweet. Sorry daarvoor. Ik zie er heel oily uit. Ik weet het. Oh mijn god. Kijk hoeveel lashes hier verkopen. In Nederland zou dit een droom zijn. Ik heb al heel veel lashes gekocht. Nou ja, heel veel. Ik heb gewoon wat lashes gekocht. Maar deze Demi Wispies van Ardell zien er wel heel mooi uit. Oh mijn god, kijk. Ze hebben hier een hele stand met Makeup Academy. Die hebben we in Nederland ook in de kruidvat. Maar in alleen sommige kruidvat, zover ik weet. Dat is wel tof om dit hier te zien. En het is ook gewoon een winkel met alles erin. Echt absurd. Ze hebben van ijs, patat, pizza. Echt heel gek om te zien. Oh, maskertjes. Oh my god. Oh my god. Lipmaskers. Oh, deze wil ik. Ik heb hier zoveel over gehoord. Dat je gewoon op je acne, als het ware, dit aanbrengt. En als je ermee gaat slapen, de volgende dag is het helemaal uitgedroogd. Dus die neem ik graag mee. En wat is dit? Sheet mask. Waarvoor zijn deze? Clarify.
Ik neem deze mee. Clearify. Oké, wat hebben we hier? Oh, dit is SPF volgens mij. Ja, dit heb ik nodig. Ik heb gehoord dat je altijd SPF moet aanbrengen op je gezicht. Dat doe ik nooit. Maar ik denk dat ik hier wel een goede kan vinden. En dan neem ik deze mee. Oh, ik kan het niet zien. Deze neem ik mee. SPF 55. Oh, dat is ook helemaal ingezoomd. Lekker. Lekker up close and personal als je dat nog niet had gezien bij mij. Wat hebben we hier? Oh, kleine bits en bobs om mee te nemen. Onderweg. Doekjes. Oh, misschien kan ik hier wel een doekje van nemen. Facial cleanser, gentle cleansing. En er zitten er 10 in. Deze is specifiek voor make-up remover, dus ik denk dat ik deze meeneem. Beauty 360 kennen we niet in Nederland. Laten we kijken naar het female hygiene area. Nou, er is wel echt een grote keuze in maandverband. Oh, en kijk de Diva Cup. Daar heb ik zoveel over gehoord. Ik zou dat zelf nooit gebruiken. Maar ik vind het wel tof van mensen die dat wel gebruiken. Nou, ik heb een maandverbandje meegenomen hoor. En voor de mensen die een beetje grossed out zijn, het is hartstikke normaal. Dus get over it. En verder denk ik dat ik alles wel gehad heb. Oeh. Neutrogena Makeup Remover. $2.89. Ik denk dat ik die wel meeneem. En een medewerker hier zei tegen mij dat ik gewoon een kaart kan aanmaken, ondanks dat ik niet van hier ben. Dus dat is top. Want je krijgt een korting natuurlijk alleen als je zo'n CVS-kaart hebt. Oh, en ik was eigenlijk gekomen voor snoepjes. Yes. Deze zijn echt zo lekker, jongens. Ik neem wel één zakje mee. En die neem ik dan wel in mijn handtas mee. Oh mijn god, kijk hoe groot deze is. Nee, maar oké, dat kan ik gewoon... Oh, daar was die. Die kan ik gewoon niet meenemen. En deze Kinder Eggs zijn anders dan die van Nederland. Omdat die van Nederland zijn hier eigenlijk illegaal. In verband met dat een kind ooit verslikt is in dat eitje die erin zit. Dus dat is deze. Eigenlijk wil ik wel proeven, dus die neem ik ook wel mee. Eigenlijk neem ik liever 2 van deze mee. Kijk, berries. Ik weet nou niet welke ik had genomen. Oké, ik ga het niet afrekenen, maar oh, kijk deze alsjeblieft. Waar zijn ze? Jolly Ranchers zijn ook heel bekend hier. Starburst. En Twizzlers. Ik heb die net tijdens de show gegeten en ik vond hem niet heel lekker, dus nee. Maar deze, oh mijn god, als je in Amerika komt of in de Jamin deze kan vinden, probeer hem zeker. Ik heb al deze snoep bij de checkout, echt hemels. Oh my god. In de kamer aangekomen, even door mijn CVS aankopen gaan. En bij de kassa vond ik opeens een veel hoger bedrag uit dan het eigenlijk zou moeten zijn. Maar dat kwam doordat ze de kortingen niet hadden meeberekend. Maar in ieder geval, eerst wat ik gekocht heb, maandverband. Super simpel. Alle meisjes gebruiken dat wel. Dan, nighttime make-up remover. En mijn stem is een beetje schor omdat ik gewoon Nina SPF 55 gezichtcreme met SPF erin. En dan heb ik 6 nagellakjes gehad van OPI in een roze kleur genaamd Kiss Me I'm Brazilian. Super cute. Dan in Big Apple.
Dan de kleur can't afford not to. Dus, dit is eigenlijk een hele mooie peachy kleur. Op camera lijkt een beetje oranje. En dan heb ik Bubble Bath. En dat is een wit roze. Een baby roze kleur. En als laatste twee kleurtjes heb ik Got the Blues for Red. Het is een hele mooie bordeaux rood. En een topcoat. Nee, dit is een base coat. En een base coat. Okay, daarna heb ik dus Acne Spot Dust. Ik heb hier echt veel over gegooid. Ik ben benieuwd of het werkt. Nou ja, wat je doet is, als jij een puistje hebt, dan plak je deze erop. En laat je hem dus zitten wanneer je gaat slapen. En dan de volgende ochtend hoort hij weg te zijn of zo. Weg te trekken in ieder geval. En dan heb ik nog een Clarify masker. Slices is het merk. Ik zag hem liggen, ik vond het erg schattig. Ik heb Sour Patch Kiss gehaald omdat ik deze echt lekker vond. En ik wou het ook aan mijn broertje laten proeven als ik naar Nederland ga. Dan heb ik de Burt's Bees Pink Grapefruit lipbalm gehaald. In een lichtroze kleur, denk ik. In ieder geval, ik denk dat het een kleurtje heeft. En dan heb ik een Kinder Joy gehaald. Deze van Amerika zijn anders dan die van Nederland. In Nederland hebben we natuurlijk zo'n eitje in, maar dat is hier in verband met verschillende ongevallen die gebeurd zijn met het originele Kinder Joy cadeautje. En sommige kinderen hadden het hele eitje doorgeslikt en daarom is het gewoon illegaal. En als laatste van Neutrogena ook een make-up remover. Super handig voor in tas, dus dat zijn deze twee.